Hi everybody, this is Shah from Charlie's Angel Tarot, and I've got a request today, and it is quite sad because it is asking to help to save somebody's life. It is a sister of a friend of mine. My friend is Farina and her sister is Marina. They sound similar. I did make an interview with Marina, the person, the sufferer of a desperate illness. I don't know it out of my head, because it's not because I'm stupid, but that's because I've got whiplash and I forget things, short-term memory. So I'm asking all my colleagues on YouTube, on Facebook, on any media to help me, to help her. It's a life-saving operation that she needs, and she needs €105,000 as the insurance is not willing to pay out. It's outside the rules and regulations or something like that, but you know, some insurances don't pay out if it is a rare disease. So it's also because she does it through an official site, so you can reclaim it from the income tax, a tax rebate it's called. You can get the official papers if you need that for the tax rebate, that you made a donation, because companies that make a donation can get a tax rebate. But all there is asked for is €1 from one person. We've already got 48%, something like 50,000. We need another 55,000. And it might be right, it's rising every day, but slowly. And the sooner we can get this operation done, the sooner we will be able to save her life. It is also a threshold that she has to cross, and she's in fighting with herself. Shall I do it? Shall I not do it? But she knows she has to do it because she wants to be with her family and children. She would like to be the mother again that she was. She used to collect money donations for the SOS.nl in Holland or other charities, and now it's her time to have donations collected for her. That's why I'm pleading and asking you, please can you consider donating €1? I will leave the information or the details below in the description box, and also the website, so you can look at it yourself, and that you know it's not just begging money. I don't want the money. I would like you to donate it through the official way, the official channel, and ask your viewers and family and friends to donate. We've already had donations from Canada, New York, America. There are other psychics that I've approached that I'm in contact with to do this and to ask their viewers, and hopefully we will get there before the end of October, because it is very important to get this done, because she's already going unconscious from time to time and lying in bed. She does not sit up straight like she did in the interview with me. It is wearing her down, fighting the anxiety of raising the money because it's a big amount. She is grateful. There is a big team behind her that administrates everything officially, and I hope we can club together, collaborate and raise money so we can help. I hope that we psychics, mediums, paragnosts, Reiki masters, aromatherapists, reflexologists, anybody that is a healer will understand where I'm coming from a pure heart, and to collaborate and support each other, because together we stand strong. Please, please, please share this video on your Facebook, on your media channels, and please ask your viewers. And if you leave a reaction behind and send me an email with a copy of your donation, then I will give you a shout out on my channel. This is not meant for me to get viewers by any means,
But if you have any ideas besides donation and you would like to collaborate, please connect with me. Love and light, stay safe, and I will give you your shout out. So please send me the email to Charlie's Angel Tarot with a copy of your donation, and I will give you a shout out. Love to all, and I'm glad I am part of the psychic world and that I've got wonderful colleagues out there. Thank you. Sorry, I forgot. I've not only got wonderful colleagues, but I've also got beautiful viewers in the tea room, and I know all of you have wonderful viewers because I do follow my own tarot readers and astrologers, and I love you, and you know who I am. I do leave reactions behind. But also to your followers, thank you very much, and also to my cyber angels. This just moves me, I'm sorry. So take care, and let's get in touch, okay? And if collaborations, if you've got a charity, I would love to share it for you too on my channel, of course. Take care. Bye-bye. Okay. Ik zal kijken of de ondertiteling aanstaat. Turn subtitles on. Ja, dan heb ik het Engelse. Okay. Hi Martina, hoe gaat ie met jou? Aangenaam om kennis te maken. Ik heb gehoord van je zus Farinia dat je een erge situatie bent en dat je naar buitenland moet voor een levensreddende operatie, omdat een slagader knel zit in je nek tussen twee wervels. Hi. Ik heet trouwens Marina, maar dat geeft niet. Hi. Nee, ik zei Marina, geloof ik toch? Oh ja. En je zus Farinia. Die zei je goed, maar dat zijn onze neurologische problemen, hè? Lotgenoot. Ja. Klopt, ik wil heel graag geopereerd worden in Barcelona aan een zeldzame aandoening. Zodat ik moeder kan blijven voor mijn geweldige kinderen. Klopt, ja. Je gezin is de treasure. Ja, klopt, absoluut. Man en kinderen. Ja, en ik weet dat, ik heb twee whiplashes, zo ik weet dat je duizelig kan zijn. Ene dag gaat beter dan de andere, ook uit je woorden komen, slikken. Soms lijkt het net alsof je visie, wat je ziet, bij mij is het boter op de lens. Ik heb twee nekhernia's en jou is in heel veel erger, want ik snap ook dat je hernia's hebt. En... ik leef helemaal met je mee en ik wil graag geld inzamelen zodat jij naar Barcelona kan zo spoedig mogelijk. Zo, dit is niet alleen voor particulieren bedoeld, maar ook voor bedrijven. Kan je, ik ga eerst vragen aan je, hoe komt het dat je dit hebt gekregen? Om het een beetje kort te houden, heb ik al een hele langere tijd lichamelijke klachten. En gaande de afgelopen jaren kwamen we achter steeds meer diagnoses. Zo ben ik een paar jaar geleden in contact gekomen met Stichting SOSNL. Die staan voor het overdrukssyndroom en tarlofkiestes. En aangezien ik dat ook heb, is voor mij mijn zoektocht naar andere problematiek daar ook uit voortgekomen. En zo kwam ik op deel dat ik hoog cervicaal instabiliteit heb en ook wat lager in mijn nek ook instabiliteit heb. Overigens ook laag in mijn rug, maar dat is een deel wat in Nederland nog verholpen kan worden, maar de bovenste gedeelte helaas niet. Mag ik daar even op inhaken? Ja. Want heel veel mensen die weten niet dat een hoofd tussen 12 en 15 kilo weegt. En dat een nek heel veel te verdragen heeft om dat in balans te houden dag en nacht. Daarom als je een baby ziet, die heeft nog die ontwikkelde spieren niet in zijn hoofd. Omdat dat sterk moet zijn. Maar ik snap ook dat jij bindweefselproblemen hebt. Klopt, ja, ik heb HRDS, dat is een zeldzame bindweefselaandoening, die, om het even
kort door de bocht te zeggen, je bindweefsels van slechte kwaliteit. En dan heb je je spiermassa die alles kunnen opvangen. Maar doordat je al invaliderend bent, wordt dat ook van minder kwaliteit. Het wordt minder sterk. En in dit geval is je hoofd inderdaad extreem zwaar voor mij, voor mijn romp. Waardoor het niet stabiel genoeg meer is. En daardoor, grofweg gezegd, bleef niet alles meer op zijn plek zitten. En zal ik straks geopereerd moeten worden aan het bovenste gedeelte in mijn nek. Daar worden de botten gefuseerd. Door middel van stalen pennen en buizen aan de schedel. Zodat die op zijn plek blijven. En voor mij is dat vooral belangrijk omdat ik niet alleen instabiel ben, maar daardoor ook een hele belangrijke afvoerende ader bekneld zit. En één kant doet het niet tot nauwelijks nog en de andere kant die heeft een hele slechte doorstroming hierdoor. Dus dat is een operatie die op dit gebied nog niet zo ver ontwikkeld is. Er komt wel een studie binnenkort. Alleen is dat voor nu voor mij niet van toepassing. Ik moet gewoon geholpen worden. Ja. Ik hoop dat dat snel kan gebeuren. En ik hoop dat bedrijven, particuliere mensen, met je meevoelen. En al is het 50 cent, dat ze dat over kunnen maken naar de stichting. Want ik geloof wat ik. Want dit is de tweede opname. Want wij waren allebei te emotioneel. Omdat ik begrijp waar Marina doorheen gaat. Al is mijn het niet zo erg als Marina. Ik heb twee whiplashes. Maar ik weet dezelfde kwaaltjes. Dat soms spreken moeilijk is. Slikken moeilijk is. Hoofdpijn. Pijn slopend. En ook dat er geen erkenning is in een welvarend land zoals Nederland. Dat de zorgverzekeringen geen erkenning aangeven dat je dan naar buiten moet gaan. Naar een ander land, buitenland. Omdat er alleen maar één dokter is in heel Europa die deze operatie kan verrichten. Klopt. En dat het eigenlijk nog duurder dan een huis kost. Wat belachelijk is. Eigenlijk zou je je huis moeten verkopen om je eigen in leven te kunnen houden. Terwijl de premies zo hoog zijn in Nederland. En mensen durven sowieso al niet meer naar tandarts of huisartsen of dokters te gaan. Omdat ze bang zijn om hun eigen bijdrage te verliezen. Je moet het een beetje zo zien als je een zeldzame afwijking hebt. Dan is er natuurlijk niet genoeg kennis en kunde hiervoor. En dan ben je vaak aangewezen op artsen die zich daarin gespecialiseerd hebben. En in mijn geval zitten er maar 5 artsen over de hele wereld die de operatie in combinatie met andere aandoeningen uitvoert. En waarvan eentje is en die zit in Barcelona. En dat is dus voor mij de kortste weg. Dus en daar betaal je ook een prijskaart voor. En, komt die dokter hier naar Holland toe als je geopereerd wordt? Nee, ik zal naar Barcelona moeten. Zo dan. Dus dat betekent dat je hersteld moet worden zonder familie, je kinderen te zien. Ja. Want de kinderen moeten naar school als de school open is. En dat je extra zorg moet inhuren om te betalen zodat de kinderen verzorgd worden. Ja, er komt meer bij kijken dan enkel alleen de operatie realiseren. Want het is, je zit in je hoofd te proeten. Dus het is niet zomaar een simpele operatie. En je zal daar ook een maand moeten verblijven voor de nodige zorg. Het kan korter zijn, maar je moet er wel van uitgaan. Dus en je hebt een gezin. Dus die zal ik achter moeten laten. Daar moet ook een hoop voor geregeld worden. Ja, dus ja. Het is niet makkelijk. Nee. Zo, als iemand van een vaartmaatschappij naar deze film kijkt. Kijk eens of jouw luchtvaartmaatschappij mee kan dingen door gratis tickets te geven, misschien voor de familie, om toch, terwijl Farina of Marina in het ziekenhuis ligt, naar hun moeder kunnen reizen om haar te steunen. It's dat an idee. Wel,
Dus komt ja. zo naar buiten. Zoals je iemand weet die een vliegtuigje heeft of tickets kan organiseren of kan doneren, dan doe mee alsjeblieft. Wat ik naar buiten wil brengen, dankjewel. Ik zal niet te veel van je tijd meer nemen, Marina, want het is vermoeiend. Ik zie het al aan jou. Ik begin ook al fouten te maken, omdat ik ook emotioneel ben. Zoals ik zei al in het begin, één dag gaat beter dan de andere. Wat ik ga doen, nadat we dit gedaan hebben, we willen meer erkenning voor onzichtbare handicaps en ziektes. Ook voor SOS.nl, die voor andere mensen steunt. En Marina, Ja. komt door Farinia, weet je dat? Ja, Marinia. we lijken op elkaar. We lijken op elkaar. Vriendin Marina. Ik steun ook goede doelen, de Vriendenloterij. Daar heb ik een prijs gewonnen. En dat is een code voor vier tickets, vier entree-tickets om naar de dierentuin te gaan, of een pretpark of een museum. Dat is de eerste prijs. En de hoogste bieder die krijgt deze vier tickets. En de tweede hoogste donatie die krijgt een lezing van mij, omdat ik de kaarten lees, de tarot, heel veel verschillende tarot. Voor 45 tot 60 minuten en de derde prijs is 20 minuten. Zo, ik hoop dat iedereen meedoet met de SOS.nl te ondersteunen en jou, Marina. En dankjewel om naar buiten te komen, want dit is ook een van mijn gevechten en wat ik doe. Want ik wil, Whiplash is ook onzichtbaar. En er gebeurt iets, ja, ook onzichtbaar. En ik wil mensen gaan ondersteunen met onzichtbare handicaps. En ik doe ook mee met goede doelen. Ik heb ook nog een vriendin in Engeland benaderd. Zoekt kleine goede doelen, niet te grote, want die worden al ondersteund door de overheid, de Ja. meeste, Ja. en de kleine niet. En daarom zoek ik. En zij nadien kleine stichtingen of mensen die geld kunnen gebruiken om onderzoek te doen, erkenning te krijgen. En ik wens je heel veel geluk en heel veel succes. Hou ons op de hoogte, zodat ik het naar buiten kan brengen op mijn Facebook en iedereen ja, op de hoogte kan brengen die meegedaan heeft met deze. Voor zijn inzameling. Dank je wel. Super. Ik wil ook alvast iedereen bedanken die aan jouw actie mee willen doen. En ook jou persoonlijk bedanken dat je dit mede mogelijk maakt. En Graag gedaan. aan alle mensen die graag hierop willen bieden, wil ik jullie ook bedanken dat jullie ook dit mogelijk maken. En alle kleine beetjes helpen in mijn geval. Dus bij deze iedereen bedankt. Graag gedaan. En ik vind je heel erg dapper om naar buiten te komen. Niet alleen voor jezelf, maar ook dat je meedenkt. Eigenlijk zet je niet jezelf, want dat heb je al gezegd, op de eerste rij, maar SOS.nl. Dank Ja, je wel voor de dapperheid. dank je Hou je wel. taai, veel liefs en sterkte. Dank je wel.